Dames en heren, welkom. Ik ben Gerard Schuurman, ik sta hier namens Downtown.nl en ik heb vandaag de Liquid Force Melissa er even bij gepakt. De Melissa is eigenlijk de plank voor degene die alles ermee wil doen. Die achter de boot wil, die achter de kabel wil. Zo hebben ze er ook aardig wat dingen in verwerkt. Zo hebben ze de Liquid Force Sidewall erin, de Liquid Force Grindbase. Zo hebben zij hem een Continuous Rocker gegeven, het zorgt ervoor dat hij makkelijk te rijden is en makkelijk landt. Ze hebben hem onder andere de nieuwe Flex Track gegeven, zorgt voor nog betere controle over je plank. Verwijderbare vinnen, zodat als jij hem achter de boot wil gaan varen, je even wat meer tractie kan hebben. Achter de kabel kan je ze eraf halen, voelt hij fijner op obstakels. Een redelijk lange channel. En een double concave, wat eigenlijk betekent dat de base loopt eigenlijk een heel klein beetje in een puntje hier en weer terug. Heel erg overdreven. Zorgt ervoor dat als je op het water landt, het water eigenlijk opzij wordt gespleten. En vervolgens via de achterkant er weer uit kan. Een zachte landing dus. De Liquid Force Melissa, de Conquer It All plank en ontzettend vet achter boot, kabel, alles eigenlijk. Check hem in de winkel of kijk op downtown.nl.